Hallo, welkom bij deze instructievideo. In deze video wil ik gaan uitleggen hoe je deze simpele granny square met bloem kunt gaan haken. Ik hoop dat dit een leerzame video voor je is en we gaan er gauw aan beginnen. Ik gebruik dit keer een gemêleerde kleur garen. En dat garen is geschikt voor haakpennen van 3 mm tot 4 mm. En ik ga dit werkje haken met een haaknaald van 4 mm. Ga het garen op de haaknaald zetten. En we gaan nu eerst een ketting van losse haken. En dat zijn er 8 stuks in totaal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. En we gaan dan terug naar de allereerste losse steek die je hebt gemaakt. En daar maak je hem dicht met een halve vaste. En je hebt dan een cirkeltje. In die cirkel gaan we vaste steken haken. 16 stuks in totaal. Je maakt daarvoor eerst de eerste omhoog. En je gaat dan nog 16 vaste steken in de cirkel maken. 1, 2, 3. Ik heb nog 16 steken gemaakt en je gaat nu naar de allereerste steek die je hebt gemaakt boven in dat V'tje en dan neem je de hele steek op en daar maak je een halve vaste om de ring te sluiten. We gaan aan de volgende toer beginnen. Je gaat eerst met 3 losse starten en die 3 losse die tellen voor je allereerste stokje. We gaan nou een ketting maken van lossen, die haken we er gelijk achteraan en dat zijn er in totaal 5 stuks. 1, 2, 3, 4, 5. Je hebt nu bij elkaar dan met die eerste 3 lossen een stokje en dan een boogje van 5 lossen. Nu gaan we een stokje maken en daarvoor slaan we de eerste steek over van de toer en je gaat in de tweede steek werken en daar maak je een stokje. Dan krijg je weer 5 lossen en je gaat dan een stokje maken in de tweede steek vanaf waar je het stokje hebt gemaakt, dus je slaat weer een steek over en in de volgende steek daar maak je weer een stokje en neem daarbij ook weer de hele steek op door 2 lusjes. Dan weer 5 lossen. Je slaat weer een steek over en in de volgende steek daar maak je weer een stokje. In totaal worden dit 8 lussen. 5 lossen. Je slaat weer een steek over en in de volgende steek een stokje. Vijf lossen. En een stokje maken. Niet in de steek ernaast, maar eentje overslaan. Een stokje. 5 lossen en je slaat weer een steek over en in de volgende steek een stokje. 5 lossen
1 steek overslaan en een stokje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lussen. We moeten er nog 1 maken. Maar dat gaat wel anders dan 5 lossen en dan een stokje maken, want je hebt hier al een stokje staan. Dus we hoeven om de toer nu te sluiten nog alleen maar 5 lossen te maken. En dan gaan we geen stokje maken, maar dan maak je hem vast met een halve vast in de derde losse van beneden. En dan is je toer gesloten en dan heb je bij elkaar, als je goed hebt gehaakt, 8 lusjes. In de volgende toer gaan we bloemblaadjes haken. In de steek naast dat stokje hier, in die eerste losse van die ketting van 5, daar ga je met je haaknaald in en dan maak je een vaste steek. In de losse daarnaast maak je een half stokje, dus de draad 1 keer om de naald. In die losse steek, draad oppakken omhoog, omslaan en door alle 3 de lusjes heen trekken. Dat is een half stokje. In diezelfde steek ga je een stokje maken. Dus draad om de naald, terug in diezelfde losse steek, draad omhoog, omslaan door 2 en omslaan door 2. Dat is een stokje. Dan komen we in de volgende steek en dat is ook de middelste steek van die ketting van 5. Daar ga je een dubbel stokje in haken, dus de draad gaat nu 2 keer om je naald. Die gaat dan in die derde losse steek, draad oppakken omhoog, omslaan door 2, omslaan door 2 en omslaan door 2. Nu maak je 1 losse en je gaat nou terug in diezelfde steek waar je dat dubbele stokje in hebt gemaakt. Dat is dan die derde middelste losse steek van die ketting van 5. Daar ga je weer een dubbel stokje in maken. Dus de draad 2 keer om de naald. Terug in die steek. Draad omhoog. Omslaan door 2. Omslaan door 2. En omslaan door 2. Nu ga je naar de volgende losse steek. En dat is je vierde losse steek. Daar gaat een stokje in. Omslaan door 2 en omslaan door 2. En in diezelfde steek, in die vierde losse, ga je terug met een half stokje. Dus omslaan en door alle 3 de lusjes heen trekken. En dan kom je in de laatste losse steek. En in die laatste losse steek van die ketting van 5, daar maak je een vaste. En je eerste bloemblaadje is klaar. Nu gaan we gelijk door naar het volgende bloemblaadje. Zo worden alle bloemblaadjes 8 stuks in totaal. Je gaat dus weer naar die eerste losse steekje na dat stokje wat je hebt gemaakt. Dus niet in de steek van dat stokje, maar in die eerste losse. Daar ga je een vaste maken. In de volgende losse steek, dat is je tweede, daar maak je een half stokje. Dus omslaan de alle 3 de steken inhalen. En dan terug in diezelfde steek met een stokje. Dus omslaan door 2. En omslaan door 2. Nu komen we in de volgende losse steek. Dat is je derde en je middelste losse steek. Daar gaat een dubbel stokje in. Dus de draad weer 2 keer om je haaknaald heen. In die steek, draad omhoog, omslaan door 2, omslaan door 2 en omslaan door 2. Nu maak je bovenin een losse en die gaat terug in diezelfde middelste derde losse steek met een dubbel stokje. Dus 2 keer de draad om je haaknaald, terug in die steek, draad omhoog, omslaan door 2, omslaan door 2 en omslaan door 2. Nu gaan we naar de volgende losse steek, dat is je vierde losse steek. Daar komt een stokje in.
en terug in diezelfde vierde losse steek met een half stokje. Dus de draad één keer om je naald, draad omhoog, omslaan en de alle drie de lusjes. En dan heb je de laatste losse steek, dat is je vijfde losse steek. Daar ga je met je haaknaald in en maakt een vaste steek. Zo maak je de toer helemaal rond. 8 plaatjes in totaal en ik zal er nog eentje voor doen. Dus je gaat nu 1 steek overslaan, want het is de steek boven het stokje. Daar doen we niks mee. Je gaat in de eerste steek van je eerste losse van de losse ketting van 5. Ga je beginnen met een vaste steek. In de volgende steek een half stokje. In diezelfde steek een stokje. In de volgende steek een dubbel stokje. Eén losse. En in dezelfde steek een dubbel stokje. In de volgende steek een stokje. In dezelfde steek een half stokje. Sorry. En in je laatste steek, in de vijfde losse steek is dat, daar maak je een vaste. Ik ga de toer afmaken en ik zie je weer aan het begin van de toer. Ik moet nog een laatste vaste steek maken in de laatste steek. Losse steek van die 5 lossen. En dan ga je naar de eerste vaste steek die je hebt gemaakt van je allereerste bloemblaadje. Daar ga je met je haaknaald in en maak daar een halve vast om de toer te sluiten. Ik knip nu het draadje af en we gaan van deze bloem een vierkant maken, een granny square. Ik heb het garen teruggezet op mijn naald en die ga je vastmaken in een blaadje tussen de 2 dubbele stokjes in. En dan heb je hier die losse zitten. We gaan niet in de steek van de losse werken, maar tussen de dubbele stokjes in. Daar maak je de draad vast met een vaste steek. We gaan dan een ketting van 7 lossen maken om die dan vervolgens aan het volgende blaadje vast te maken weer met een vaste steek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en die maak je dan vast weer tussen die 2 dubbele stokjes in. Dus niet in de steek van de lossen, maar er tussenin. En daar maak je hem vast met een vaste steek. Deze 7 lossen tellen voor een rechterkant van je square. We gaan nu een hoekje maken. En om een hoek te maken moet je 2 losse steken meer gaan haken. Dus in totaal 9. Dus 9 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. En deze maak je vast in het volgende bloemblaadje weer tussen die 2 dubbele stokjes in. En niet in die steek van die losse, maar ertussenin met een vaste steek. Deze telt dan voor een hoekje. We gaan alweer een rechterkant maken. Daarvoor maak je 7 lossen. En die maak je weer vast tussen die dubbele stokjes in met een vaste steek. En nu gaan we weer een hoekje haken. 9 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. En die ook weer vastmaken met een vaste steek tussen de twee dubbele stokjes in. En we gaan weer een rechterkant maken. 7 lossen. 3, 4, 5, 6, 7. En weer vastmaken met een vaste steek tussen de dubbele stokjes in. En een hoekje van 9 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En weer met een vaste steek tussen de twee dubbele stokjes in. 7 voor een rechterkant. En weer een vaste tussen de dubbele stokjes in. En nu je laatste hoekje. 9 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. En die ga je vastmaken met een halve vaste in je eerste vaste steek. Waar je de garen hebt aangehecht aan je werkje. Daar heb je een vaste steek gemaakt. Daar ga je in. En maak hem vast met een halve vaste. We gaan de volgende toer beginnen. En het korte draadje waar ik het draadje mee heb aangehecht aan het werkje, die leg ik achter het werkje neer. En die haak ik weer netjes mee. We maken eerst een losse. En om hier de ketting van die 7 lossen, daar ga ik 7 vaste steken in werken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We skippen nou over naar de volgende ketting. De ketting van 9 lossen. Daar gaan 7 vaste steken in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu gaan we een hoekje maken en het hoekje heeft 3 losse steken. En dan ga je terug in diezelfde ruimte met nog eens 7 vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kom je in de volgende ruimte van de 7 lossen van de rechterkant. Daar gaan 7 vaste steken in. 9 lossen. Daar gaan eerst weer 7 vaste in. Een hoekje van 3 lossen. En terug in diezelfde ruimte met 7 vaste steken. Zo maak je de toer af. En elke rechterkant van de ketting van 7 lossen, daar komen 7 vaste steken in. En in een ketting van 9, dat is voor de hoek, daar maak je 7 vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3 losse en 7 vaste. Dan weer 7 vaste in de ketting van 7 en in je laatste hoekje weer 7 vaste, 3 losse en 7 vaste. Ik heb de toer rond en die sluit je met een halve vaste in je allereerste vaste steek. 2 draadjes opnemen en met een halve vaste sluiten. We gaan nu in elke steek een vaste steek maken en voor je allereerste steek, vaste steek, maak je eerst een los omhoog. Dan maak je 6 vaste steken. Dus in elke steek een vaste steek maken. En nu skip je over naar die volgende ruimte. En daar zitten ook weer allemaal vaste steken. Je gaat in elke steek weer een vaste steek maken. En dan in de allereerste losse die je hier hebt gemaakt van die 3 lossen hier in het hoekje. In die eerste losse ga je ook nog een vaste steek maken. Dus dat zijn er in totaal 8. Dus 8 vaste steken. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 en dan hier in die losse, daar gaan we dan niet in die losse haken, maar onder de losse door, dus gewoon in die ruimte, daar maak je dan een vaste steek. In het hoekje een losse en terug in diezelfde ruimte voor een vaste steek. En dan die eerste vaste die hier in het hoekje zit, daarboven in die steek, daar gaat ook weer een vaste in. En zo maak je weer 7 vaste. 2, 3, 4, 5. 6, 7. En nu kom je hier bij die 7 vaste. Ook boven elke steek een vaste steek maken. Dus dat zijn er ook weer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan komen we bij de volgende 7 vaste. Ook daarboven een vaste steek. Dat zijn er dan ook weer 7. Dus 2, 3, 4, 5, 6 en 7. En dan komen we hier aan het hoekje van die 3 losse. En daar gaat dan weer een vaste steek in, een losse en een vaste steek. En dan weer 7 steken maken op die volgende 7 vaste. En daar hoort dan die eerste vaste hier naast dat hoekje. Daar begin je dan met een vaste steek. En dan 7 stuks. 'En zo maak je de toer helemaal af. Boven elke steek. Dat is dan in principe 3 keer een groep van 7 vaste steken. Daar komen dan 3 keer 7 vaste steken bovenop te liggen. En dan in het hoekje van die 3 losse, daar gaat dan een vaste in, een losse en een vaste. En dan krijg je weer 3 keer 7 vaste steken en je maakt weer een hoekje. En zo maak je de toer helemaal af. Ik heb de toer af en die sluit je dan in je allereerste vaste steek met een halve vaste.
We gaan nu stokjes haken. Voor de eerste stokje omhoog zijn dat 3 losse. En dan in de steek daarnaast ga je een stokje maken. En zo ga je in elke steek een stokje maken, helemaal rond. Maar we haken eerst door naar een hoekje. Allemaal stokjes. En nu komen we in een hoekje en in dat hoekje daar zitten 2 vaste met een losse steek daartussen. En in die losse steek daar ga je een stokje haken en dan 2 losse en dan terug in diezelfde steek weer met een stokje. En dan in de allereerste steek die daarnaast komt, daar gaat weer een stokje in en zo haak je weer helemaal door naar de volgende hoek. Zo maak je de toer helemaal af. Dus in elke steek maak je een stokje. En als je dan in een hoekje komt hier bij die 2 vaste steken met die losse, daar gaat dan een stokje in, 2 losse en een stokje. En dan in de steek daarnaast ga je weer een stokje maken en zo in elke steek weer een stokje tot aan de volgende hoek. Ik heb het laatste stokje gemaakt en die ga je weer. Nu ga je de toer weer sluiten in de derde losse van beneden van je eerste 3 losse met een halve vaste. We gaan nou een afwerkrandje maken. Hiervoor ga je 1 losse omhoog maken en dan ga je in elke steek helemaal rond een vaste steek maken. Totdat je in een hoekje komt. In elke steek een vaste steek. En dan komen we in een hoekje. En in dat hoekje gaat dan een vaste steek, 2 losse en terug in dezelfde ruimte een vaste steek. En nu heb je hier dat allereerste stokje naast dat hoekje. Daarboven in die steek, daar gaat ook een vaste steek in. En dan ga je weer in elke steek een vaste steek maken totdat je in het volgende hoekje komt. En zo maak je de toer weer af. In elke steek maak je een vaste steek en in het volgende hoekje maak je dan een vaste steek, 2 losse, een vaste steek en dan ga je in elke steek weer een vaste maken en dan niet vergeten om boven dat allereerste stokje in die steek daarboven ook een vaste te maken. Mijn toer is rond en ik maak hem vast weer. Want je eerste vaste die je hebt gemaakt met een halve vaste. Draadje afknippen. En je werkje is klaar. Draadje aan de achterkant afwerken. Ik heb de draadjes afgewerkt aan de achterkant. En de granny square met de bloem, die is klaar. Ik wens je veel plezier met het maken van deze granny square. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Dag!